O1 XTM124 in een multimeter. Dit is weer die Hollander met Zuid-Afrikaans accent van Alice Ras in Zuid-Afrika. Hallo mensen, ik heb een nieuwe multimeter gekocht en dat ga ik nu uitpakken. Doos, zo. En nu ga ik die multimeter uitpakken. Het is een O1 1241. Hey, dit is mijn O1 1241 multimeter, 55.000 counts. En hier vooraan heb je twee aansluitingen voor die stroom. Dit is die zwart is meestal ground aansluiting. En hier is de aan- en uitschakelaar. We gaan even aan de achterkant en achterin. Kan je hem aansluiten met een topsticker. Bijna zoiets als dit. Dit gaat. En je hebt ook een USB-C aansluiting. En hij zou. Gaat aan, hij wordt aangestuurd met. Probes aansluiten. Ga even wat probes aansluiten. Ik heb hier twee probes met scherpe puntjes. Zo. Ik ga die voltage instellen op 12,17 volt. 12,17. Press enter. En dan gaan die zet ik hem aan. Druk. En die voltage is op die veranderd naar 169. Zoals je ziet, hij heeft een drie cijfers naar de komma. En deze heeft ook drie cijfers naar de komma. Dit is 5,169 volt. Dit is ook 5,17 en die voltage is bijna exact hetzelfde. Volgende functionaliteit om te testen is frequentiemetingen. Hoe goed is hij daar? Hoe goed is hij met het meten van frequenties? Dus ik heb hier op die oscilloscoop een frequentie van 50 Hz. En zullen we even kijken hoe dat daaruit ziet? 49,91 Hz. Dus even hier kijken, dit is, hij is ingesteld op 50 Hz. En als ik het dit meten is dit hier precies ook op zeg maar 50 Hz volgens 49,99 volgens die oscilloscoop en volgens die XTM is het 50,49,91. Hij is best wel heel accuraat. Het is natuurlijk een hobbymatig multimeter. En dan kan ik hier op die aanhang. Draai hem hier naar hertz en volgens die aanhang is het precies 49,9, oftewel ja, bijna 50 hertz. Dat lijkt me wel goed. Hoe goed is hij met continuïteit testen? We gaan eerst naar die mega ohms, ohms tester en dan naar die continuïteit. Dat werkt goed. Dat was het dan voor deze kijkje naar deze O1 XTM1241 multimeter. Wil je nog meer weten of meer videoclips als deze, klik hier of hier. En dan zie ik je op de volgende keer. Doei!